Hallo iedereen en welkom op het kanaal van ATEC. Vandaag bekijken we een ambitieus project van de Deense regering. Een eiland voor de productie van groene energie. Wat als met $34 miljoen aan kapitaalinvesteringen in de energiebehoefte van 6 miljoen mensen kan worden voorzien? En zonder te vervuilen, zou u het doen? Dat is de vraag die Denemarken, een land met 6 miljoen inwoners, momenteel met een knal beantwoordt. Groene energie lijkt één van de sleutels tot de toekomst van de mensheid. Als dat lukt, betekent dat een maatschappelijke verandering met gevolgen voor de hele planeet. Het wordt echter steeds duidelijker dat er radicale veranderingen nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. Afval recycleren en de stekker uit het stopcontact trekken volstaat immers niet meer. In feite zijn er al enkele monumentale projecten op dit gebied geweest. Het Tanger Desert Solar Park in China beslaat meer dan 25 vierkante kilometer en is een van de grootste ter wereld. Zuid-Korea gebruikt een gebied van vergelijkbare grootte om energie uit golven op te wekken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een kunstmatige muur die getijdenenergie opwekt. Terwijl het Verenigd Koninkrijk ongeveer 600.000 woningen van energie voorziet met één groot windmolenpark aan de westkust. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is Canada klaar om de grootste groene waterstoffabriek ter wereld te openen. Denemarken is ook geïnteresseerd in het invoeren van de technologie. Het zal een stap vooruit zijn in de energieproductie voor een heel offshore eiland. Het zal een grote stap zijn in het streven van het land naar groene energie. Het zelfvoorzienende eilandproject van de regering zal 11.000 vierkante meter groot zijn. Een omvang gelijk aan 20 voetbalvelden tegen een kostprijs van $34 miljard. De drie zijden van het eiland worden beschermd door hoge dijken. Terwijl de vierde zijde zal voorzien in aanlegruimte voor boten die nodig zijn voor onderhoud en apparatuur. Dit eiland wordt een kunstmatige constructie. Het zal bestaan uit een grote drijvende landmassa en moet op 80 kilometer van de Deense kust komen te liggen. Het zal onder andere worden bevestigd aan een plek die wordt omringd door windturbines. Het zal aanvankelijk genoeg elektriciteit produceren om 3 miljoen huizen van stroom te voorzien. Dit is iets meer dan de huidige 2,7 miljoen woningen in Denemarken. Deze prognose heeft alleen betrekking op de eerste fase van de lange termijn productie. De capaciteit om energie te leveren vanaf het eiland zal naar verwachting groeien tot een niveau waarop meer dan 9 miljoen woningen kunnen worden voorzien. Dit vertegenwoordigt een initiële productie van ongeveer 3 gigawatt aan energie die na verloop van tijd zal toenemen tot bijna 10 gigawatt. De milieubewuste Deense regering kondigde begin 2021 aan dat zij van de grootste olieproducent van de EU tegen 2050 een totale eliminator van fossiele brandstoffen zou worden. Het land weigert reeds nieuwe olie-exploratievergunningen in het Noordzeegebied. Dit energie-eilandproject is de volgende stap. Reeds 40% van de energie in Denemarken wordt geproduceerd door wind. Dit project heeft vele doelstellingen. De eerste is om meer dan 200 windturbines te kunnen installeren en zo hun onafhankelijkheid op het gebied van groene energie te versterken. Turbines zijn namelijk efficiënter als ze op zee staan, omdat ze groter kunnen zijn en kunnen profiteren van doorgaans hogere windsnelheden. Naast de vele positieve effecten op het milieu zijn er ook enkele nadelen. Er zijn met name vragen over de vervuiling van deze infrastructuren, de impact van hun productie en het feit dat ze op termijn verouderd zullen zijn. Volgens sommige studies vormen dergelijke marine structuren een toevluchtsoord voor vissen en andere zeedieren. Anderzijds kunnen ze ook vogels doden. De enorme hoeveelheid windenergie die rond het eiland wordt geproduceerd, zal grotendeels als brandstof worden gebruikt. Dit zal gebeuren door een grote groene waterstoffabriek. Water is zo overvloedig aanwezig in de zee dat het efficiënt wordt om de watermoleculen te splitsen om waterstof vrij te maken met behulp van elektriciteit. Dit proces om waterstof te produceren uit water wordt elektrolyse genoemd. Het komt erop neer dat er stroom door de vloeistof wordt geleid, waardoor het water reageert op de positief geladen anode. Hierdoor blijven positief geladen zuurstof- en waterstofatomen achter. Een permeabel membraan tussen de twee elementen laat de waterstof door en keert terug naar de negatief geladen kathode. Dit resulteert in de productie van waterstofgas. Wanneer de elektriciteitsbron die wordt gebruikt om de reactie uit te voeren groen is, zoals in het geval van de windturbines hier, is de hele reactie vrij van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen. Natuurlijk zouden we zonder groene stroomproductie nog steeds de ene vorm van energie voor de andere inruilen. De milieuschade zal al zijn veroorzaakt door de productie van de elektriciteit die bij de elektrolyse wordt gebruikt. En u zou ook een deel...
De milieuschade zal al zijn veroorzaakt door de productie van de elektriciteit die bij de elektrolyse wordt gebruikt. En zal ook een deel van die energie verliezen bij de opbrengsten van de reactie. Deze slimme combinatie beperkt de milieuschade voornamelijk aan de voorzieningen die nodig zijn voor de bouw. Het combineert het eiland en de bijbehorende eisen en zonder enige impact op de energieproductie zelf. Eenmaal geproduceerd kan de waterstof op veel verschillende manieren worden gebruikt. Onder andere voor vliegtuigen en boten. De optie vliegtuigbrandstof is bijzonder interessant van het ecologisch oogpunt, gezien de grote mondiale vraag. Vliegtuigen zijn verantwoordelijk voor veel kooldioxide-uitstoot in het milieu. De productie van brandstof volgens deze methode kan ook koolstof aan de lucht onttrekken als onderdeel van het productieproces, wat een extra milieuvoordeel oplevert. Naar verwachting zal de op het eiland geproduceerde waterstof op lange termijn ook worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en industriële installaties. Het offshore eiland zou een belangrijke troef voor Denemarken kunnen blijken te zijn, met economische voordelen op lange termijn en milieuvoordelen. Buurland Zweden heeft al een manier gevonden om effectief met afval om te gaan. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat zo efficiënt is dat het land nu afval moet importeren. Met deze technologie verdienen ze geld door het afval terug te winnen en als brandstof te verkopen. Op dezelfde manier zal Denemarken brandstof van zijn eilanden voor de kust in vloeibare vorm terug naar het vasteland pompen via enorme onderwaterleidingen. Deze brandstof zal voornamelijk worden gebruikt voor woningen, diverse industrieën en transport. Maar het land zal ook rijker worden door de export van dit product. In tegenstelling tot eerdere olieproductie zou de brandstof ook tegen een hogere prijs kunnen worden verkocht als een vorm van groene energie. Nederland en Duitsland zijn naar verluid zeer geïnteresseerd. Minister van Milieu Dan Jorgensen zei over het project dat naast het voldoen aan de vraag van het land, hun strategie is om andere EU-landen te helpen hun doelstellingen te behalen. Op lange termijn zou dit project volgens hem bijzonder lucratief moeten zijn voor het land. Zelfs de start van de bouw is nog ver weg, met een geplande startdatum van 2026. Na het zoeken naar investeerders en verdere technische planning, alsmede de beoordeling van de impact van het project zelf en de gevolgen voor het milieu, heeft de commissie besloten een aanbesteding uit te schrijven. De exacte locatie van de bouw wordt nog steeds geheim gehouden, wat misschien niet verwonderlijk is. Het wordt de duurste constructie in de Deense geschiedenis. Het is de volgende grote stap voor de Deense windturbine-industrie. Met de voltooiing van een dergelijk project behoudt de Deense industrie een voortrekkersrol. De groene revolutie is al in volle gang. Het land produceert natuurlijk al meer dan 50% van de windenergie in de EU. Er zijn strenge wetten inzake biodiversiteit, bosbouw en duurzame brandstoffen. En het jaarlijkse energieverslag volgt de weg naar koolstofneutraliteit. Een belangrijke beleidsdoelstelling voor Denemarken. Dit is niet de enige grote energieontwikkeling van Denemarken. De politici van het land hebben zich verbonden tot een tweede project op het natuurlijke eiland Bornholm in de Oostzee. Het zal ook gewijd zijn aan de productie van groene energie. Kan een oplossing van deze omvang slagen en echt invloed hebben op de klimaatcrisis? Als u dit onderwerp leuk vond, kunt u deze video liken. Abonneer u op het kanaal voor meer video's zoals deze. Zet de notificatiebel aan om als een van de eerste onze volgende video te zien. En we zien u binnenkort weer op ATEC.